volle bak in Zeeland tijdens Pinksterdagen. Noodweer zorgt voor ondergelopen kelders en er komt nog meer aan. Een jong wielertalent laat zich zien bij NK in Filipijnen. Zeeland nu, Marianne Lafort. Goedenavond. Toeristisch Zeeland heeft een drukke Pinksteren achter de rug. Campings en bungalowparken zaten nagenoeg vol. En dat terwijl het weer eigenlijk best tegenviel. Maar daar hoorde je weinig mensen over klagen. Mevrouw, u bent op vakantie in Zeeland deze Pinkster. Hoe is het geweest? Ja, super. Heel goed. We hebben gezellig met ons zessen hebben doorgebracht. Nou, het was echt fantastisch. Het weer was goed. Dus ja, we wilden nog meer. Niet alleen deze toerist is tevreden. Ook de ondernemers van Renesse hebben goede dagen achter de rug. Goed weer voorspeld. En ja, uiteindelijk is het toch wel een beetje tegenvallen. Toch wel bewolking. En dat is zeker voor het centrum van Renesse is dat ja, buitengewoon gunstig gebleken. Want het was erg druk op het dorp. Super druk. Echt vol. En ja, een leuke sfeer. Mensen hebben het naar de zin gehad. Dus hartstikke mooi, denk ik. Naast eigenaar van de paardenkreek is Brinkman ook voorzitter van de Zeeuwse Rekron. Van zijn collega's hoort hij goed nieuws. Wat ik heb begrepen is het bijna vol geweest in Zeeland. Een stuk drukker dan vorig jaar met Pinksteren. Toen was het weer ook wat minder. Het voorjaar doet nou echt zijn best. En nee, ik kan zeggen het is een mooie Pinksteren geweest en ook een mooie hemelvaart trouwens. Het drukke Pinksterweekend is een mooi voorproefje geweest voor de zomer. Als het aan de ondernemers ligt. Als we nog meer van zulke dagen mogen verwachten tot het ja, buiten gewoon goed gaat worden dit seizoen. Tot we ja, iets moois tegemoet komen. Ja, je ziet toch wel tot er een hoop consumentenvertrouwen weer is inmiddels. En ja, er wordt goed besteed. En ik hoop dat het gewoon zo doorgaat met dit weer. Dan hebben we net als vorig jaar een topzomer en nu ook nog een topvoorseizoen. Ja, positieve reacties dus vanaf Noord-Beveland en vanaf Schouwen-Duiveland. En daar is Niels Schuurbeers nog steeds, een Zierikzee om precies te zijn. Niels, kunnen we nou concluderen dat iedereen tevreden is? Ja, als we naar de weersverwachtingen keken die voor afgelopen weekend zijn afgegeven, is eigenlijk iedereen tevreden. Want het weer was goed genoeg om te zorgen voor veel boekingen en slecht genoeg om te zorgen dat iedereen ervan mee profiteerde. Is het 30 graden, dan is het rustig in de stadjes. Is het slecht weer in de voorspellingen, dan komen de boekingen niet. Dus iedereen is eigenlijk tevreden na dit Pinksterweekend. Ja, het Pinksterweekend zit er nu op. Toeristen zijn weer op weg naar huis. Dan heb je de traditionele files. Waar loopt het vast op de weg op dit moment? Nou, hier in Zierikzee is het de hele middag al wat drukker, maar het begint nu ook vast te lopen op bepaalde punten. Zo is de Grevelingendam afgesloten omdat daar een ongeluk is gebeurd. Het verkeer wordt ook gevraagd om te rijden omdat daar beide rijstroken zijn afgezet. Daarnaast zien we dat het verkeer toch vooral vast begint te lopen in de uitvalswegen Zeeland uit, maar dan pas over de provinciegrens. Denk dan aan de A58, maar ook aan de N57. Daar loopt het vast en daar moeten automobilisten dus rekening houden met extra reistijd. Dankjewel, Niels Schuurbeers. Zeeland zat dus volgens berichten van de provinciale VVV zo goed als vol, maar het was qua weer dus een beetje wisselvallig. De stelling vandaag op onze site, Pinksteren 2014, is een goed begin van het zomerseizoen. Ja, ondanks de regenbuien en onweersklappen tussendoor zeggen toch ruim 8 op de 10 stemmers dat het zomerseizoen in Zeeland goed geopend is. Een ruime minderheid is ontevreden over het Pinksterweekend. We hadden het er al even over, hè? Toch regen en onweersklappen tussendoor. En Zeeland krijgt waarschijnlijk forse regenbuien met onweer en zware windstoten nog te voortduren. Want het KNMI verwacht extreem weer en heeft zelfs code oranje afgegeven. Vannacht was het ook al raak. Vooral op de Beverlanden riepen mensen de hulp in van de brandweer om van het overtollige water af te komen. Dit café in Kwaadendamme is vandaag gesloten. Vannacht stond de hele kelder blank. Er stond een halve meter water en ik heb beneden een toilet. En dat leek wel een overstroming. Door het toilet kwam al het rioolwater uit het riool kwam bij mij naar binnen gelopen. En ja, dat bleef maar stijgen. En ja, dat was natuurlijk een drama vannacht. De vriezers, koelingen, alles is ja, aan gort. Bier, alles onder water gestaan, rioolwater. Dus ja, ik ben noodgedwongen om vandaag niet open te gaan, want ik kan gewoon niks verkopen. Ik heb niks in huis en niks werkt. In de omgeving van Henk en Sand hebben omwonenden geklaagd over het geluid van de anti-hagelkanonnen van fruittelers. De telers gebruikten de kanonnen vannacht om hun oogst te beschermen. Een consument wil een goede appel.
Als er iets aan markeert, weer gooien ze weg. Nou, dan moeten de consumenten ook veranderen. Het is het een of het ander. Ik bedoel, ze moeten of respecteren dat een appel er waar een plekje aan zit, die eten ze ook op, of een beetje hinder. Want een fikse hagelbui op de fruitbomen is desastreus voor de oogst. Het kan in een halve minuut of kan heel je oogst voor dit jaar verloren gaan. Dan praat je over tonnen schade. En dus blijven de anti-hagelkanonnen ook voor de aangekondigde buien van vanavond paraat. En heeft u een mooie foto van het noodweer in Zeeland gemaakt of gaat u die nog maken? Stuur deze dan op via de pagina omroepzeeland.nl/weerfoto. De beste foto's zijn vanavond op de website terug te zien. Wie wilde weten hoe oud een struisvogel eigenlijk wordt en hoe snel dat beest kan lopen, die komt terecht op de struisvogelboerderij in Sluis. Bij boerderij De Monnikenwerven was het open weekend en konden mensen kennis maken met de struisvogels daar. Hey James. Hey jongen. We zijn mijn maatje, hè? Ja. Kom maar. Ga je mee? Ga je mee? Dit is James. En James is een jaar of 7 oud. Dus een van de tophanen op het bedrijf. Hier in deze groep is hij nu niet de baas, maar met regelmaat speelt hij toch voor de baas. Struisvogelboer Floris de Bruikere weet natuurlijk alles van struisvogels. En hij wil die kennis graag overbrengen tijdens het open weekend van de boerderij. De bezoekers krijgen daarom een gratis rondleiding. Maar letten ze ook goed op. Tijd voor een kleine quiz. Deze struisvogels zijn ongeveer een maand oud. Maar hoe oud kan een struisvogel eigenlijk worden? 100 jaar, ongeveer. Nou, ik denk een jaartje of 40, 50 misschien wel. 30 jaar, meer, 75 jaar. Nou, zeg het maar. Wat is het goede antwoord? Een struisvogel kan 60 jaar oud worden. Hier op de boerderij in Zeeuws-Vlaanderen lopen er inmiddels 180 rond. Maar waar komt het dier oorspronkelijk vandaan? Australië. Ja, Australië. Van Afrika. Dat was toch weer Afrika, die kant uit, hè? Ja. Ja. Een struisvogel komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Nou, nog eentje dan. Wat eet een struisvogel eigenlijk? Het zijn groenvoerbeesten, dat wel. Dus granen, van alles eigenlijk. Alles wat ze vinden, denk ik. Dat weet ik niet meer. Ja, jawel. Gras zijn ze weer zeker. Ze eten alles wat wij op het land kunnen telen. Gras, mais, bietenpulp, aardappeltjes, tarwe... Ja, luzerne, alles wat wij op het land hebben. En wie in tegenstelling tot de struisvogel wel van een stukje vlees houdt, kon op de boerderij een struisvogelhamburger eten. Het schip Brunel van het Volvo Ocean Race Team doet Zeeland aan. Want na een kort bezoek aan Breskes meert het schip vanavond aan in Vlissingen. Doel van het bezoek is kinderen enthousiast te maken voor de zeilsport. 250 leerlingen van Zeeuwse basisscholen krijgen morgen zeilclinics. Ze worden begeleid door het 14-jarige zeiltalent Esmee van Drielen uit Schaarendijken. Kans hebben voor een van de Olympische Spelen in 2018. En Filipijnen had dit weekend de primeur. Voor het eerst werd in Zeeland een Nederlands kampioenschap jeugdwielrennen gehouden. Met deelname van ruim 700 jongens en meisjes in verschillende categorieën. Arjan Polij uit Kruiningen greep bij de 13-jarige net naast de medailles. Maar leverde wel de beste Zeeuwse prestatie. Het tegen aan te gooien dat allemaal met nog 7 ronden te doen. Ik loop hier eigenlijk met kippenvel rond, want je krijgt gewoon van vreemde mensen krijgen allemaal complimenten. Zo van, hey, fantastisch geregeld. En vorig jaar was het een hoorn en dan was het een beetje minder. En nu in Filipijnen is het dan toch eigenlijk weer beter georganiseerd dan vorig jaar. Dus daar word je trots van natuurlijk. Ja, dan ben ik de laatste, zegt Bastiaan Stekenburg. Het was een zware wedstrijd en er werd veel gedemareerd. Maar uiteindelijk werd het toch een massasprint. En jij werd vierde? Ja. Ben je daar tevreden over? Ja, dat wel. Maar je hebt al best wel veel gewonnen dit jaar, Arjan, volgens mij. Ja, 12 overwinningen. Had je eigenlijk niet vandaag ook willen winnen? Ja, eigenlijk wel voor eigen publiek. Ja, dat is wel jammer, want ik denk dat het niet meer vaak voorkomt voor eigen publiek. Een Nederlands kampioenschap. Hier
maximum 14 jaar. En als je prof bent, ja, dan ben je toch 20. Dus ja, ze moeten nog 6 jaar eigenlijk hard trainen en wedstrijden rijden. Dus. Maar de talenten van Nederland rijden hier wel? Ja, hier komen zeker profs uit. Alleen ja, we weten natuurlijk niet wanneer. Als je het goed doet, dan kun je er veel mee bereiken. Wat wil jij ermee bereiken? Nou, ik weet nog niet. Het leren gaat voor. Hoe oud ben jij? 13 jaar. En school is ook belangrijk, hè? Ja, school is het belangrijkste. Maar gelijk daarna komt toch wel wielrennen, hè? Ja, dat wel. Qua weer is het dus een beetje wisselvallig dit Pinksterweekend. Maar wat is de stand van zaken op dit moment? Het was dus een warme tweede Pinksterdag met maximum temperaturen tussen 24 en 27 graden. In de loop van vanmiddag passeerde een gebied met regen en plaatselijk ook onweer. En vanavond en vannacht vallen er nog enkele buien, mogelijk dus met zwaar onweer, hagel en ook zware windstoten. Minimumtemperaturen vannacht, ja, dat gaat zo rond de 16, 17 graden zijn. Morgen dan is het op een enkele plaatselijke bui na droog en ook redelijk zonnig. Het wordt 21 tot 23 graden. Ridders, jonkvrouwen, troubadours en een hofnar. Slot Baarland was weer heel eventjes terug in de middeleeuwen. Want het dorp viert dit jaar het 1000-jarig bestaan. En daarom pakte het vandaag flink uit op de landelijke Kastelendag. Baarland terug in de middeleeuwen. Tot zover deze nieuwsuitzending. Het afgelopen Pinksterweekend stond natuurlijk bol van de activiteiten. Zoals ook Colors by the Sea in Vlissingen. En een verslag daarvan ziet u zo meteen na het uitgebreide weerbericht in ons programma Editie 2014. Nog een fijne avond en graag tot morgen. Heeft u tips? Bel ons of mail.